achter mij staan 15 bekende Minecraft-YouTubers. En dat komt omdat we vandaag Wie Ben Ik YouTuber-editie spelen. Oftewel, Maisha en ik kiezen allebei een YouTuber en moeten raden wie de ander heeft gekozen. En voordat we dat doen, zet de video even op stil en kijk of jij iedereen herkent die hier staat. Want dan ga ik je nu even vertellen wie de skins zijn. Dit is Dream, Tommy Innit, Mr. Beast, Enzo Knol, Jeremy Freezer, Link Tijgertje, Alex Klein, Dennis, DutchTuber. Nou ja, de lieftallige Maisha natuurlijk. En nog een hele knappe vent. Geen idee wie dit is. Bob is ook een YouTuber blijkbaar. Duncan, Joost en Game Meneer. Nu moeten we een YouTuber kiezen. Begin jij maar. Zo, maar dat is lastig. Oké, ik heb er één gekozen. Is het de knapste? Heb je de knapste? Ja, je hebt de knapste, hè? Daar doe ik geen uitspraak over. Oké, wacht. Ik moet doen... Hij doet het! Oké, die van mij staat er. Oké, dan ga ik ook iemand kiezen. Dit is moeilijk. Ik moet trouwens even kijken of dit... Is dit de echte Bob? Heeft hij zijn shirt? Ja, hij heeft het verkeerd om aan. Oké. Heb je met Dennis... Kijk eens aan Dennis' achterkant. Dennis' achterkant... Oké, wacht. Ik ga naar Dennis. Een eentje! Dennis heeft echt een kippenkontje. Nou ben ik wel heel benieuwd wie hier gaat kiezen. Ja, oké, ik heb er één. Straks hebben we dezelfde gekozen. Wat dan? Ja, dan wordt het heel interessant. Oké, ik heb ook die van mij. Ja, hij klopt niet helemaal hier met hoe die hier staat. Maar iedereen weet wie ik bedoel. Het is natuurlijk deze persoon die daar staat. Vorige keer had ik gewonnen, dus jij mag de eerste vraag stellen. Ik zit een beetje te kijken wat ze niet allemaal... Ik wou vragen van ja, spelen ze allemaal Minecraft? Maar... Ja, ja. Ik weet ook niet of dit de definitieve skins van iedereen zijn, maar dit kon ik online vinden en ze lijken allemaal wel redelijk. Ja, we weten wie we bedoelen, toch? Daar gaat het om. Ik ga beginnen met een vraag. Ja, of iedereen gaat weg of er blijven er een paar staan. Dat is een risky vraag. Stel maar. Nou... Spreekt hij Nederlands? Oeh, ja. Hij spreekt Nederlands. Echt? Ja. Oh, dan gaan er maar heel weinig weg. Ja, nu weet ik natuurlijk niet of toevallig Dream of Mr. Beast of Tommy... Of die ook misschien Nederlands... Ja, je weet het niet. Maken ze video's in Nederlands. Dan laat ik het zo zeggen dan. Nee, hè? Nee. Doei, Dream. Dag, Tommy. Oh, en Mr. Beast. Nou, de volgende vraag is voor jou. Alrighty, ik heb er al over nagedacht. Is jouw skin, of jouw YouTuber, is het een mens? Dus ik bedoel dan niet, Dream zie ik niet als mens, ik zie Link niet als mens, en ik zie, ja, Bob. Bob is Bob, dus Bob is ook niet een mens. Ja, het is een mens. Oeh, oké, dan gaat meneer Dream... Oei! Die ging ver. Ja, terwijl we net een face reveal hebben gehad. Ja, van we weten dus eigenlijk dat hij mens is. Ja, Linky, precies. Tot ziens, vriend. Ah, oh, doei, Link. Oh, Bob blijft hangen. Zo, zet ik wel een blauwe pilaar voor zijn hoofd. Oh, hij wil gewoon meedoen. Hij wil gewoon blijven. Oké, je mag een vraag stellen. Heeft de persoon iets met rode kleding aan? Wow, dat is een goede vraag. Want ik zit te kijken, dat is dat het... Dat zijn er heel veel. Oh, dat zijn er inderdaad wel heel veel. Jij, Duncan, ik, Enzo. Jeremy. En Jeremy. Nou, hij heeft geen rood. Echt niet? Nou, oh nee. Wist je dat ik oprecht diezelfde vraag had, omdat ik het stropdasje van Tommy zag? Jeetje. Oh, ik ga zelf ook doen. Oh nee. Oké, doei Duncan. En doei, daar ga jij. Wow, oké, ik heb er nog 1, 2, 3. Nou, ik heb er nog 7. Het valt mee, het valt mee. Maar het is wel flinke. Oké, ik heb een goeie. Ja? Heeft de persoon donker haar, bruin haar? Dus Job heeft blond, Tommy heeft blond. En Mr. Beast heeft ook redelijk licht hier. Heeft hij een beetje bruin haar, donker? Ja. Oké. Okay. Dat heeft hij. Doei, Tommy. Ja, hey, Mr. Beast. Ik vind dit toch redelijk licht, dus ik ga die ook wegdoen. Dan hebben we Job. Doei, Job. Ja, nee, en Mr. Joost. Beast heeft inderdaad een beetje blond. Ja, in ieder geval in deze skin. Oeh, dan heb ik er ook nog maar een stuk minder over. Hoeveel heb je er nog? Ik heb er nog 8, dus we zitten best in de buurt van elkaar. Oh, inderdaad. Oké, dan... Ja, ik moet de vraag gewoon stellen. Maar stel je voor dat dit goed is, dan weet ik wel meteen wie het is. Ik ben heel benieuwd. Heeft hij misschien een hele grote neus? Nee. Nou... Nee?
misschien... Nee. Hij heeft geen grote neus. Nee, het is geen Bob. Oké, dit is misschien een rare vraag. Maken hij of zij video's en hebben ze een hoge stem? Een hoge stem? Dus dan denk ik aan... Alex, Dennis en, nou ja, jij ook eigenlijk. Nee, zeker niet. Jongens, dag kippenkontje. Oh. Kippenkontje. En jij gaat ook naar beneden zo. Oeh, nu heb ik er nog maar 5. Let's go. Laat ook even weten in de comments wie jij denkt dat er gaat winnen. Jij hebt er 5, hè? Je staat gewoon voor. Ja, zeker weten. Wordt dit gewoon 2 overwinningen achter elkaar? Kom maar met de goede vraag. Kom op, let's go. Let's go. Jeetje. Bring it on. Oké, heeft deze persoon... Ja. Blond haar. Of ja, in de skin, hè? In de skin. Ik heb er nog 2 over hier, dus dat is Job of Joost. Oké, nee, hij heeft geen blond haar. Nee? Oh, maar ik had gehoopt dat een van die 2 zou zijn. Oké, ik heb een hele goede vraag. Ja? Wil je hem horen? Zeker. Oké, hier komt hij. Ben jij al geabonneerd? Zo niet! Ja, dat ben ik! Dus zo putten eventjes. Dan gooi je een belletje aan. En mijn vraag voor jou, Beisha, is... Ja. Heeft deze skin... Een hoofddeksel, dus een pet. Zoals een pet. Dat Enzo die heeft en dat ik die heb. Nee. Woe, dan heb ik nog maar 1, 2, 3 mensen. Dag ik. Dag mooie persoon. Oh, wie heb je nog allemaal? Ik heb nog... ik ben in het gat mijn link gevallen. Ik heb nog Duncan, Don Gamenier en Jeremy Fryzer. Aha, oké. En wie heb jij nog? Ik heb nog Link. Ja. Alex. Oké. Dennis. Ja. En Game Meneer. Oeh, nog 4. Nog 4. Oh, ik twijfel of ik moet nu gaan gokken of dat je... Nee, daar zit ik al aan te twijfelen. Ja, precies. Want als jij er nog 3 hebt, dan is de kans heel groot dat je de volgende vraag goed hebt. Wat ga je doen? Oké, weet je wat? Ik ga gewoon gokken. Want anders dan ga ik nooit winnen. Als jij nu nog maar 3 hebt staan, dan is de kans... Wie zou jij kiezen? Ja, ik kan straks ook alleen maar een vraag stellen. Dat zal 1 iemand weghalen. Dus dan kan ik net zo goed gokken. Die kans ja, is precies, volgens mij even dus groot. Jij gaat het sowieso doen. Ja. Oké, dan ga ik het ook gaan proberen. Ik denk dat het... Ik denk dat jij voor Link bent gegaan. Link Tijger. Nee, hoe weet je dat? Is het echt? Nee. Tuurlijk niet! Het is geen Wacht, Link. Is het nou wel of niet? Nee, het is geen Link. Oh, echt niet. Oh, Link. Doei, Linkie. Oh, ik val met hem achteraan. Jij ook al? Wat is dat toch met Link? Oeps. Oh, man. Dan weet ik het echt niet. Oké. Ik zit te kijken. Ik heb hier Duncan, Don en Jeremy. Ik denk dat jij voor degene bent gegaan die het verste weg is en onherkenbaar is met zijn zonnebril. Ik denk dat jij voor Game Meneer bent gegaan. Nee? Nee, dat is het niet. Wat? Oké, nu heb ik een 50% kans hierna om het wel goed te hebben. En ik denk dat ik al vaag vermoeden heb wie het is dan. Wat gaan we doen? Ik moet nu nog een keer gokken. Anders dan ga jij mij de volgende... Ja, dat denk ik wel dat je het beste kan doen. Dus je hebt een 33% kans dat je dat goed hebt. Voor wie ben jij gegaan? Ik denk... Ja, je hebt zoveel het gehad over dat kippenkontje. Dat zou je denk ik niet doen als je die had gekozen. Dus... En je had net Game Meneer. Nou, ik denk niet... Nee, ik ga voor Alex. Want dat is de enige waar je geen aandacht aan hebt gegeven. Ja, ik ga voor Alex. Weet je dat zeker? Want je kan nog 1 iemand anders kiezen. Ja, ik weet het zeker. Nee. Kom maar deze kant op. Oké, zien of je het fout hebt. Hey! En het is Alex! Je hebt gewonnen! 1-1! Van harte gefeliciteerd! Dankjewel. Ja, wie dacht jij dat het zou zijn? Ja, mijn gevoel zegt Mr. Duncan. Ja, het is Duncan. Ja, het is Duncan! Ja, zeker. Het is Duncan! Let's go! 1-1, dames en heren. Moeten we nog een keer battelen? Laat het weten. Check ook deze video. Veel plezier met kijken en tot de volgende keer. Doei! Ciao!